Goedemorgen, ik ben weer schoon. Mijn auto is weer schoon. Ik heb mijn auto even snel gewassen. Want het zonnetje schijnt. En dan zie je alles op een zwarte auto. En ik wil dat die lekker glimt. Hij staat vol in het zonnetje. Zal die weer mooi glimmen vandaag. Ik ga weer naar de klus. Het wordt een beetje een warme dag, 24 graden. Dus ik denk dat ik een schaduw op ga zoeken. En dat is bij de voordeur. Het is een beetje overdekt. Ik denk dat het wel leuk is om de voordeur te gaan aanpakken. Die gaan we echt picobello weer maken. Hij ziet er al mooi uit. Hij staat nog goed in de glans. Eventjes goed opschuren. Hier en daar een plamuurtje, hier en daar een kitje. Maar dat is niet veel. Ik ga weer proberen om een gelikdeurtje af te leveren. Een voordeurtje is toch altijd in het zicht. En ik besteed veel aandacht aan mijn schilderwerk, maar een voordeurtje... Die moet picobello. Er moet geen stofje in zitten. Geen krasje, geen deukje. Geen openstaande naden. En de glans moet lekker vol en bol zijn. Dus dat gaan we weer proberen. Dus we gaan weer perfectie proberen te evenaren. Blijft natuurlijk handwerk. Maar het streven is er. Ik zie jullie straks. Ik begin met het verwijderen van het hang- en sluitwerk. Daarna plaats ik de handgreep andersom weer terug op de deur zonder beschermkap, zodat ik de deur nog wel kan gebruiken. Ik begin nu met het schuren van de deur. Ik heb van tevoren een systeem in mijn hoofd, zodat ik zeker weet dat ik alles geraakt heb met schuren. Ik blijf met de schuurmachine in beweging, zodat er geen kuilen ontstaan op de deur. En roterende bewegingen, want kuilen en groeven ga je terugzien in je schilderwerk. Het schuren is het belangrijkste onderdeel voor een strak eindresultaat, dus besteed daar veel tijd aan. Nou, ik heb de deur helemaal geschuurd met 400. Er zitten een paar kleine beschadigingen in de deur. Die ga ik even repareren met SF Superfinish. Hieronder zit een rot plekje. En hier zit een deurkrink aan de binnenkant. Die was een beetje opengebarsten, dus dat ga ik weer even goed repareren. Dit is een twee componenten vulmiddel. Dat moet je goed door elkaar mengen. Zorgen dat je het niet op stof aanbrengt. Gebruik die voor een bladblazer. De twee componenten goed door elkaar gemengd. Ik heb de deur nu machinaal geschuurd. Ik heb de deur nu geschuurd met P400 machinaal. Ik schuur het nu met de hand, de kantjes. Met P600 handschuurpapier schuur ik het helemaal na. Wat kleine pitjes die je hier ziet, repareer ik met de lakplamuur. Hier nog een paar pitjes. Die repareer ik allemaal na. In de tussentijd maak ik ook nog een begin aan het kozijn en het plafond bij de voordeur. De oude kit verwijder ik door middel van een krabber, zodat de nieuwe kit die ik ga aanbrengen een goede hechting krijgt. Ook het plafond en de kozijnen schuur ik machinaal op met Korrel 400. De deur is nu volledig mat. Een paar kale plekjes vlek ik bij met snelgrond.
Er zitten nog een paar openstaande naden. Die kit ik af met zwarte kit. Als het eventueel gaat werken, dat de scheurtjes niet meer zichtbaar zijn. De verf heb ik al eerder gebruikt, dus daarom gooi ik hem even door een zeefje, zodat er geen stof meer in zit. De deur is nu mooi en gauw mat en super glad. De delen die ik heb bijgevlekt met grondverf schuur ik glad met korrel 400. Met de hand controleer ik de deur nog even op stof en oneffenheden. Als ik begin met de deur, doe ik het vlak voor vlak. Ik begin nu in het midden. Als ik het goed verdeeld heb, haal ik nog even de kwasten van boven naar beneden doorheen. Met lange halen over het gehele vlak. Zo voorkom ik zakken en aanzetten van de kwast. Nou, het deurtje glimt weer. Ik ga even naar de bouwman. Even wat materiaal halen voor morgen. Morgen is een grote dag. Ga ik de deur nog één keer schuren en aflakken. Dan is de spiegel klaar. Dan is het echt een spiegeltje. Ik moet voor morgen even een stopverfvervanger hebben. En een nieuw blikje verf. Het voordeurtje doe ik wel altijd met een nieuw blikje verf. Kwasten goed schoonmaken. En als ik bij bouwman ben geweest, ga ik naar huis. Ga ik een hapje eten. Nog even wat offertes maken voor klanten. Als ik druk ben met schilderen, blijft het allemaal maar leggen. Dus excuus als het wat langer heeft geduurd. Dat je wacht op je offerte. Maar het komt eraan. Want ik heb er toch nog geen tijd voor. De meeste offertes die ik nu maak, die kan ik pas volgend jaar uitvoeren. Voor buitenwerk dan. Nou, ik moet er nog even niet aan denken. Maar als het weer wat slechter weer wordt, dan komen er weer binnenklussen aan. Dan ga ik weer binnen, ga ik weer spuiten. Dus dan kan ik altijd wel wat werk gebruiken voor in de winter. Maar voor buitenklussen heb ik echt pas volgend jaar tijd. Dus wees er snel bij. Vraag je offerte aan.
Dan ben je volgend jaar de eerste. De tweede of de derde of de vierde. Maar dan ben je volgend jaar aan de beurt. Ik heb ook wel wat klusjes af, dus even wat rekeningen sturen, zodat de rekeningen betaald kunnen worden. Dat moet ook allemaal gebeuren na het werk. Het is niet alleen maar schilderen. Het is ook administratie, boekhouding, rekeningen betalen, rekeningen maken,